Hij is Sene. Hij is Jonas. En wij zijn Mens Erger Niet. Mens Erger Niet draaien wij plaatjes, 7-inch singles, zoveel mogelijk. De taakverdeling bestaat eruit dat ik de DJ ben. Sene is de selector. Hij kiest de plaatjes, ik mix ze aan elkaar. Bij mij is het eigenlijk begonnen met de platenkast van mijn vader. Ik heb die onteigend en op mijn naam geschreven een paar jaar geleden, toen ik begon als DJ. Feeling van vinyl veel fijner om mee te werken. Zeker als je dan overstapt van 12 inches naar 7 inches, wat het iets moeilijker maakt om te draaien, dan houdt het voor mezelf spannend. Ik vind dat als je naar een feestje gaat en je ziet iemand dat met vinyl draait, dan heb je iets om naar te kijken. Met cd's ook nog wel, maar als je met laptops hebt, dan zal die even goed aan het Facebooken kunnen zijn. Maar bij mij ligt volledig anders uit. Bij mij ligt echt puur om de feeling, de covers, de backnotes, het eruit halen, het opleggen. Interactie met die plaat, of je hebt veel meer liefde voor die plaat, omdat je daar gelegd in op en je moet het allemaal analoog doen. Maar als je leg je dat in en je drukt op play en je hoopt dat hem begint te spelen, dat hem niet zo doet. En daardoor is dat ook wel echt iets veel plezanter waar je kunt naar kijken. Dat ziet er ook schoon uit. Voor ons was het meest absurde moment, voor mij, Brugse Live. Ik wou het zeggen. Brugse Live is een festival in het parkje, we moesten daar draaien. En ineens is dat daar een volle bak beginnen stormen. Maar echt, volle bak. Echt. Compleetloos. Echt. Het ging zelfs zo ver dat de sound volledig uitviel, dat een DJ na ons niet meer wou draaien, omdat er geen sound meer was. En dat wij dan al onze monitors van het podium aan het publiek hebben gegeven, want alles wat op het podium stond, werkte wel nog. En die mensen gingen gewoon totaal uit hun dak. We hebben daar dan een uur of anderhalf uur langer gespeeld dan normaal, omdat die andere DJ niet meer wou. En iedereen is daar in de regen totaal uitzinnig gegaan. We hadden ook maar een klein bakje platen mee, want we hadden voor een uur platen mee. We hadden 2 uur, 3 uur gespeeld ofzo, dus alles 2 keer gespeeld. Iedereen, hey. Hup, volledig uit in dak aan het gaan. Totaal onverantwoord, want het was echt aan het bliksemen in het midden van het park. We stonden daar schoon droog, gelukkig. Maar dan moeten we stilhouden. De periodes waar wij vooral muziek van kopen, 60, 70. Allee, ik kan vooral voor mijn eigen spreken als het over 60 en 70 gaat. Dan wordt vinyl ook echt wel iets collectible gewoon. Er is maar een bepaald aantal gemaakt van die eerste persings. Er zijn er heel veel van verloren gegaan. Dus plotseling, als je in die jaren 60 en 70 begint te zoeken naar muziek die je graag hebt, kom je heel vaak uit op platen die niet makkelijk te vinden zijn. En dat maakt het alleen maar interessanter, want die een dag dat je die plaat dan tegenkomt en je hebt ze eindelijk gevonden, ik heb dat gevoel nog nooit gehad met een cd'ken, want die blijven ze. Allee. Die blijven ze persen. Ja. Een kast vinyl ziet er ook veel beter uit dan een kast cd's. Dat is gewoon zo. In mijn geval. In mijn geval ook.